het moment van de wedstrijd, vlak voor rust. Lozano en jij. Ja, leg het zelf maar uit. Hij krijgt een rode kaart. Hoe kijk jij naar dat moment? Ja, goed. Dat was gewoon een duel en ik kreeg een tik in mijn gezicht. En uiteindelijk is de beslissing aan de scheidsrechter en ja, daarbij zei het zo. Raakte hij jou ook echt? Ja, ik kreeg een volle tik in mijn gezicht en uiteindelijk is het net als alle andere duels in de wedstrijd bepaald scheidsrechter wat er gebeurt en voor mij is het daar klaar mee. Dat snap ik. Maar heb je dan ook het gevoel dat hij, ik ga het toch vragen, dat hij sloeg? Dat weet ik niet, want ik kreeg gewoon een tik in mijn gezicht, dus voor de rest kan ik daar niks over zeggen.